meisjes, welkom eens even naar de Roel! Quizje! Ik heb mijn editor gevraagd, van kan jij een quiz maken voor ons? Oh, wat leuk! Iets wat bij ons past. Nou, toen kwam hij met een idee en ik vond het zo origineel, dat ik dacht, dat gaan we doen. Hoezo past dit bij ons? Ah, bij jou. Ja, bij mij. Hij doet alsof het een compliment is, maar het is een sneer naar mij. Hij zei, dit is een moment voor Roel om te kunnen laten zien dat je meegaat met de tijd. Oh, dat ik alles fout heb dus. Nee. Ja, ofwel. Ben je klaar voor, Roel? Ik ben klaar voor de grote boomerquiz. De grote boomerquiz, het zijn volgens mij 16 vragen. 16? Ja. Zo. Dat is een hoop. Bart heeft zijn best gedaan. Ja, Bart heeft zijn best gedaan, ja. Maar daar krijgt hij ook echt ruimschoots voor vergoed. Geef hem ook geld voor het maken van de presentatie. Ja. Oh, dat doe ik niet met mij. Nee, zeker niet. Nou, je vond leuk muziek, want dan weet ik het. Ja, zo. Oké. Okay. Ah, vraag 1. Waar staat de afkorting HDP voor? Ja. Mag je natuurlijk. Het Deemportaal. Gaan we nu elke keer dan een nieuw kaartje gebruiken? Ja, maar dit is gerecycled papier. Oh, dus dan kunnen we daarna weer recyclen. Uiteraard. Kunnen mensen deze kaartjes winnen? Ja! Ja, net zoals je vintage kleding. Jaro! Dat je campagne maar dat je die opstuurt. Ja, wel, dat ga ik dan doen. Mensen die bij mijn vintage kleding gewoon het woord opgestuurd, maak geen zorgen. Goed, dit is makkie, hè, Rob? Ja, makkie. Heerly de Peerly. Heerly de Peerly. Heb je nou zonder E? Ja, dat moet toch kort. Dat moet kort. Heerly de Peerly. Nee, dit is een afkorting van Heerly de Peerly. Ja, maar Peerly schrijf je zonder E, dacht ik. Hoe zou je Peerly zonder E schrijven? Even kijken wat de persoon die deze quiz gemaakt heeft denkt. Dat is namelijk aan elkaar Heerly de Peerly. Ja. Met IE. Oké. Okay. Allebei een puntje. Oké, okay, dankjewel. En, leuke vraag, plus 5 euro voor Bart. Ja. Vraag 2. Ah. Ja. Hij denkt echt dat ik onder een steen leef. Ja, dat klopt. Heb je dat programma over hem gekeken? Nee, ik hoor van jullie dat zo ongelooflijk slecht dat het goed is. Maar ja, je moet het echt kijken. Ik heb er echt geen tijd voor. Maar het is letterlijk volgens mij 5 afleveringen van 20 minuten. Maar ik ga echt veel liever gewoon een boek lezen dan wat kijken. Het is Harry Denks. Oh, ik heb ook Harry Denks. Dit is echt makkelijk. Maar zonder E weer. Oh! Oeh! Dit is aan jouw tijd. Ja, dat weet ik volgens mij hoor. Vraag 3. Voor welk bedrag ging Johan Cruijff in 1973 van Ajax naar Barcelona? Ja, hij was toen echt wel al heel goed, hè? Maar toen was geld wel echt heel anders. Volgens mij was het zelfs voor toen echt veel. Ik denk 100 gulden. Oh, ik heb 1,8 miljoen gulden. 1,8 miljoen? Ja. Het antwoord is... Oh, 1,8 miljoen. Nou, dat klopt denk ik. 8 miljoen gulden best wel. Nee. 1,8 miljoen gulden. Waarom heeft hij je omgerekend? Nee, gewoon gulden. Dat was een strikvraag. Bart, min 5. Ja. Bart, ik wil graag van jou ook iedere keer na elke vraag juichen. Dus of verdrietig. Als je zeg maar 5 euro erbij krijgt, 5 euro. 6 miljoen gulden. Hey, 3-2 voor jou. Maar dat is dus niet goed. Dat is een boomerpunt. Oh. Ja, ik vind dit dus een boomerpunt. Ja, dit is een boomerpunt wel. Eigenlijk staat het 0-0. Nee, eigenlijk hadden wij de eerste vraag allebei fout omdat we hem goed hadden. Want als je boomer bent, weet je dat niet. Ah. Als je hem niet weet, heb je een punt. Dus je krijgt boomerpunten. Ja, dus jij hebt nu 1 boomerpunt. Ah. Ja. Dus we juichen als we geen punt hebben. Ja. Oké. Okay. Ja, jij hebt nu een boomerpunt. Ja, nu ben ik sip. Want nu kunnen we dat filmpje dat ik sip reageer kunnen doen. Ja. Wie zien we hier? Oh mijn god, ik weet het. Jij? Big Time Rush? Big Time Rush. Ja, echte fans zeggen gewoon BTR. Dit was wel de periode dat ik jong was ook. Soms in 19... Jij hebt in zwart-wit gekeken nog. Ja. Hier krijgen we allebei een boomerpuntje voor. Ja, dit is een boomerpuntje. Ja, we zijn allebei shit. Ja, dus jij hebt nu 2 boomerpuntjes, ik 1 boomerpuntje. Oh. Ja. Volgende vraag. Ja, Roel, eerlijk antwoord geven. Ja. Waarom schrijf je zo lang op? Ik heb B. Ik had op een digibord les. Nou, ik heb dus echt de transitie meegemaakt. Dat weet u niet. Basisschool had ik op A. En toen ik naar de middelbare school kwam, kwamen langzamerhand de digiborden op gang. Kijk, oh, dat is jezelf aangegeven. Nou, fijn dat ik had het zelf nog niet door dat het zo in elkaar zat. Ja, ik weet het. Dit weet ik. Maar ik vraag me af of je boomer bent als je dit weet. Ja. Hij lijkt een beetje op Charlie Poet, maar dan dik. Vind je niet? Ik weet niet meer van welke serie die is. Ja, ik weet zijn naam niet meer. Was het iets van Chubby of Tubby of Hubby of Mubby? Gibby. Van iCarly. Sorry. Maar vraag me af of ik nu boomer ben of niet. Ben ik nou een boomer? Ja, ik wist zijn naam niet meer. Ja, dus ik ben dan de boomer. Jij bent dan de boomer, ja. Fuck. Ik ben zo oud dat het voor mij zo lang geleden is dat ik het niet meer weet. En daar heb ik geen boomerpuntje. Een liedje, Roel. Oh, van welk spel is dit liedje? Ja, dacht jij dan? Ik dacht, van wie is dit liedje? Nog één keer. Nou, ik heb echt geen idee, dus ik ga gewoon een oud spel opschrijven. Ik herken het liedje wel, maar ik zou niet een gamer bij kunnen hebben. Ik heb Sims. Ik heb Habbo. Ik hoor die foto's op de achtergrond en misschien dat het Sims is. Ja, of Age Vampires of zo. Zo, dat zou ook kunnen. Nee!
oermensgevecht. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Echt niet? Echt nog nooit van gehoord. Echt een goed spel dit. Dan had je zeg maar allemaal oermensen en dan kwamen er oermensen aan de andere kant. Dan moest je zeg maar winnen. Dan ging het van de oh. Hey, maar allebei geen boerenpuntje. Oermensgevecht. Vraag 8. Thuis van school keek je altijd naar TMF, Missie Mark of Inzet TV waren nog niet uitgevonden. Ik vind het geen leuke vraag, Bart. Min 2. Moet je geld betalen aan. TMF was toch voor MTV? Ja, maar TMF was eigenlijk voor mijn tijd ook al. Oh, ik keek naar MTV, Pimp My Ride en dat soort shit. Maar ik heb toch A op gedaan. Ik heb wel gewoon Missie Mark. Puntje. Boerpuntje. Ja. Ik, geen boerpuntje. Dit, ultieme boerpuntje. Poeh, kom ik even goed weg, hoor. Kom jij even goed weg. Kom jij even goed weg. Ja. Welk merk zie je gebeuren? Het is dat we het volgens mij... Voor mij is het toch... je moet het goed spellen, anders telt het niet. Ik heb glaseuze. Het is glaseuze. Ja, ik heb hier dus... Voor die eetwedstrijd had ik hier nog nooit van gehoord. Antwoord? Oh, ja. Je hebt de S en de Z omgedraaid. Potdomme normaal! Wat zien we hier? Zo! Jij weet dit? Ja, tuurlijk man. Ik heb echt geen idee. Dit was echt een van de eerste viral deuntjes. Dit was een soort Baby Shark, maar dan vroeger. Ik heb Jurassic Park tekeneditie. Ik heb Snee, Sna, Snappie. Oh, die kleine krokodil! Oh, de drill reversie. Hey, maar rol goed man. Zo. Boerenpuntje erbij. Hatsa! Hatsa! Ik bedoel, nee! Dit was een leuke vraag hoor. Plus 5. Zeven Roel, ik heb een verhaal. Je hebt een verhaal. Ja, over omdat we nu helemaal in dat boomeristische gedoe zitten. Ik had vroeger echt een boomer iets gedaan. Wat heb je gedaan? Nou, vroeger had ik eens een laptop van mijn ouders. En daar was ik super blij mee. Ja? Want dat was dus een laptop van mijn ouders. En ik mocht daar... Windows XP. Ja, en ik mocht dat gebruiken. Die laptop was goed nieuw. En toen ging ik allemaal software op downloaden. Dus dat ik mijn eerste YouTube-video's kon maken. Oh, nee. Ik download het eerste programma en ik krijg een soort... Mijn hele computer begint te trippen. USB-fout, dit, dat. Weet je wat je had moeten gebruiken toen? Nou? NordVPN. Ja, dat dacht ik later ook. He. Ja, ik dacht dus op het moment dat ik toen NordVPN had gehad, dan was die laptop nu niet kapot geweest. Want jij kent wel heel veel voordelen van NordVPN. Ja, heel veel. Bijvoorbeeld dat ze meer dan 6000 servers hebben verspreid over 60 landen, zodat je met één druk op de knop naar de andere kant van de wereld kan verplaatsen, digitaal. Ja. Je wist ook dat ze threat protection hebben, dus dat je inderdaad beschermd wordt van malware, van andere websites, virussen, en dat je daarmee ook al je gegevens en data beschermt. Dat wist je ook. Ja, maar Rob, besef, als ik dit doe, wat denk je dan aan? Ja, een Trojaans paard. Trojaans paard, zo! Een Trojaans paard. Kijk, paarden zelf zijn al k***, maar Trojaanse paarden zijn al veel k***er. Want die slopen je computer. Daarom, Roel, heb ik wat moois. Op de website van NordVPN is een te gekke actie gaan. Nee joh, wat dan? Ja, dan moet je even op de link klikken. Het is een te gekke actie, maar met de code KOENVPN. KOENVPN? KOENVPN. Krijg je nog een doodschietkorting. Dus dan zou je met jouw deal op tot wel 6 apparaten tegelijk NordVPN kunnen gebruiken. Ja, precies. What the f***? Voor een bizarre prijs. Nee joh. Ja, maar daarvoor moet je dus even kijken. Ga dus naar de link in de beschrijving met gebruik de code KOENVPN voor korting. En dan gaan wij door met de quiz, Roel. En Roel vond een vraag: hoeveel dollar kostte de Game Boy Color bij lancering? Zo, dat is wel een goede vraag. Dat vind ik een goede vraag. Hoeveel dollar kostte de Game Boy Color? Ik had hem. Echt? Ja. Ik mocht het nooit van mijn ouders. Ik had eerst de grijze, die hele grote, die heb ik van mijn zus gekregen. En toen kwam de Game Boy Color uit. En toen kreeg ik mijn eerste spel mogen spelen was Pokémon Blauw. Heb ik nog steeds. Dat ben ik niet. Kijk, dan wel even kijken met de inflatie. Dus ja, dat kan er niet meer geweest zijn dan $100. Oh, ik heb $80. Zo! Ja. Puntje. Vraag 12. Welke pose hing er vroeger in jouw kamer? A, dat is van A, B, Patrick Luijf en C. De visser. Beste kijkers! Ja, ik heb dit allemaal nooit in mijn kamer gehangen. Ja, ik heb wel eens voetbalposters in mijn kamer gehangen. Maar dan van Yannick van Roetvonk in Oranje en zo. Ik had allemaal Dirk Kuyt posters op mijn kamer. Nee, ja, ik heb ook B. Dan zullen we allebei vreselijk wel een boomer zijn. Boomer, redelijke boomer, geen boomer. Allebei een puntje. Je was groot fan of had veel haat voor... Nou, C ben ik groot fan van. Ja, dat vind jij mooi. Ja, dat vind ik schitterend, joh. Je hebt gewoon heel de overheid opgelicht. Hey, ik heb antwoord B. Ik heb ook B. Ja, ik weet niet of ik haat of fan was. Ja, ik vond het fascinerend vooral vroeger, heel erg. Dat ik denk van, maar hoe kijken mensen dit? Ja. En waarschijnlijk keken de andere 700.000 mensen ook met dat idee van, hoe kijken mensen dit? Waarom heeft het zoveel views? En dan, En weet je wat we nu ook bij bankzitters hebben? Ja, waarom kijken? Ja. Ik denk dus dat bij B dat we allebei boomers zijn, hoor. Ja, ik denk het ook wel. Geen boomer! Zo! Ja, mooi. Goeie vraag. En we zijn geen boomer. Geen boomer, gelukkig. Nee, nou, als je dus Siebert van der Linden kent, ja, waarschijnlijk iedereen die het kijkt heeft echt geen idee wie die vent is, maar hij heeft dus heel veel geld verdiend aan mondkapjes verkopen. Jong ondernemer. Geen boomer. Ben ik blij mee, moet ik zeggen. Geen boomer. Vraag 14. Wat is je favoriete meme? A. Hey Marco, prima shirt voor €35. Is die zo duur? Of €40. Ja, zeg. Gelijk heeft hij, man. Met TikTok verdien je geen reden natuurlijk. B. Wow. De Dodge meme. De Dodge meme. C. Milo. Poeh. Ja. Ik denk dat ik geforceerd B moet gaan kiezen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Want A, dat is vorig jaar. Milo. Nu is het geen meme meer. Het begint gewoon triest te worden. Ja, nee, ja, B. Ja, ik ga voor C. Want jij bent heel onaardig over Milo. Maar ik niet. Sorry. Je mag dood. Dat vind ik een hele heftige uitspraak, Bart.
Suzanne. Dat is met een S toch? Nee, met een Z. Jezus, Wart, min 10. Welk nummer zou je het snelst opzetten? Suzanne en Freek, snap je, is dat wel eens niet snap die je net hoorde? Ja. Of Bohemian Rhapsody? Ja, dit is voor mij zonder twijfel A. Ja, jij voor mij ook A. Ja. Gast, Suzanne en Freek is de shit! Zo, ik kost de PS1 bij lancering. Oeh. Ja, die kwam echt vroeg uit. Die kwam echt veel eerder uit. 8 ochtends. Ik heb deze niet gehad. Ik wel. Ja, hé, je f***ing boomer. Ik heb op een gegeven moment 200 en dan weet ik niet wat. Ik heb 120, maar wel gulden. Dat kan niet, dat is echt 50 euro. Holy f***. Kanon, hè? Mijn ouders hadden saaf. Je lievelingsspel vroeger was? Ja, voor mij is Casio natuurlijk. Dit is heel overduidelijk. Nou, ik krijg zeker een boomerpunt hiermee, 100%. Ja, wat heb jij? Ja, ik heb B. Ja, ik heb A. Ja, ik denk dat we allebei misschien wel boomer. Habbo, ja, dan ook. Maar Habbo heb ik dus nooit gespeeld. Ik echt. Ook niet. Dat was wel mijn tijd, maar ik heb het niet gespeeld. Ja, allebei een puntje. Boomer. Ja. Hoeveel dollar kostte de eerste Apple computer? Hoeveel dollar? Ja, dat zou dan... Ja, okay. Ik heb 2000. Oh, ik heb 1600. Oh. $666. En 66 cent, zit ik dichterbij. De duivel. Zit je dichterbij? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel, puntje. Lees je de krant? Zo, maar dat vind ik bij jou vind ik dat tricky. Jij hebt wel abonnementen op de krant. Ja, ik lees digitale kranten. Dus dat noem, vind ik een ja. Ja, ik B. Lees je de krant niet? Nee, ik lees geen krant, nee. Shit. Wat is een boomer? Wat is een boomer? Ik heb een persoon die de huidige tijd niet snapt. Oh, ik heb iemand die na de Tweede Wereldoorlog is geboren. Plus ik. Na de Tweede Wereldoorlog? Ja, plus ik zelf. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat Wart wel grappig is weer. Ja. Gefeliciteerd, Roel! Hij heeft ook al dubbele punt neergezet, alsof hij weet dat ik het ben. Ja, maar dat klopt ook. Ja, dat klopt. Je hebt gewonnen. Ja. Ik ben bedankt voor het kijken! Doei! The fuck up. Hey, willen jullie een... Waarschijnlijk moet ik dit eigenlijk niet vertellen, want ik heb mezelf dan echt teringhard verloren, maar ik ga het toch gewoon vertellen. Wisten jullie dat ik nog... Ach, kan ik dit zeggen? In de zin van, klopt het wat ik zeg? Ja, want dit klopt serieus wat ik nu zeg. Wisten jullie dat ik nog nooit zelf pannenkoek heb gemaakt? Erg, hè?